voorzitter. Een van de maatregelen die nu genomen wordt is bijvoorbeeld de boosterprik. Want Janssen, 2 weken na vaccin, na 6 maanden beschermingsgraad is 13,1%. Pfizer 43,3%. Moderna 58%. Ja, ik heb deze cijfers van het CDC van de Verenigde Staten, voorzitter. Dit is een vraag aan mevrouw de Vries. US mevrouw de Vries kan CDC 2021, website www.cdc.gov, coronavirus/2019-NCOV-vaccins-booster-shot.html. Dank u wel. Mevrouw de Vries. Ja, ik vind het heel verontrustend en ook frustrerend dat deze cijfers hier zo genoemd worden. Want dat maakt mensen thuis die dit debat volgen en die misschien het straks op de media terugzien, zorg je dat die extra bezorgd zijn. En ik wil echt, als er cijfers zijn, wil ik zeker niet mijn ogen versluiten, maar deze cijfers kloppen gewoon niet, voorzitter. Wel? Steeds overeind. Dit is een bron van... Voorzitter, dit is een bron van de Amerikaanse RIVM. Ik ben hier de Amerikaanse RIVM aan het citeren. Het is goed dat u het weer legt, maar mijn punt is, wanneer het gaat om virusoverdracht, wanneer het gaat om ziekenhuisopnames, dan is het toch niet zo dat mevrouw de Vries kan volhouden dat een vaccin waterdicht is en dat die mensen nog steeds kunnen besmetten, in een ziekenhuis kunnen belanden. Dus waarom dat fetischisme om te sturen op een coronapas? Wat ervoor zorgt dat de tweedeling in de samenleving vergroot wordt? Nou, het is niet alleen sturen op een coronapas, voorzitter. En ik heb ook helemaal niet gezegd dat mensen die gevaccineerd zijn helemaal nergens meer last van hebben. Dat hebben we gewoon gezien. Maar wel veel minder last dan mensen die ongevaccineerd zijn.